Dat was zijn kameraad. Al zo lang, ik kan dat bijna niet geloven. Ja, maar niet elke ploeg kan dat ook zeggen, hè. Dat zal zo lang bestaan. En zonder ene keer te winnen, hè. Ja. Allemaal. Dag Maurice. Ah, Maurice, zeg, als je tijd hebt, hè, kom jij dan eens naar mijn kraantje in de keuken zien wat dat lekt. Hè. Natuurlijk, madame Carmen. Ah. Ik zeg altijd, als een kraan lekt, dan komt er water uit. Ik ben madame Carmen, maar dat versta ik niet. Hè. Ik doe dat voor de helft van de prijs. Ja, en half zo goed, zeg. Ja. Oh, God. Hij gaat nog een avond er een goeie lap op geven, hè. Op mijn kosten, hè. Voor de verandering. Ja. En wel, het is te hopen dat er dan wat meer volk is als vorig jaar, want toen was het rustig. Maar dan Pascal, ik was er toch? Wel, ja. Pascal, voor ik het vergeet, mijn goede vriend de burgemeester heeft beloofd dat er dit jaar komt, hè. En met een surprise, hè. Dus iedereen present, verplicht. Ja. Oei, zeg. Mark en ons bieken die zitten aan zee. Ah ja, ons bieken heeft daar een congres over vrouwenmishandeling. Ja. Zich ingericht door Gaia. Gaia is wel voor beesten, hè, Fernand. Allee, Deurtje, feesten gelijk de beesten, hè. De hele avond eten en drinken op kosten van meneer Boma. En eten, dat kunt je goed, hè. Ja, en ik drinken. Niks te drinken. Ja, wij zijn hier morgenavond niet. Oeh. Nee, we gaan toch naar mijn klasreunie van derdejaars niet en af. Allee, dat weet je toch eens. Ja, maar ik moet daar toch niet mee naartoe gaan en Sjoeke zeg heel de avond bij die tettermadamme zitten. Ja, dat gaat niet, zeg. Xavier is onze keeper. Ja, en morgen is Xavier mijn bob. Ja, want die tettermadammen, die drinken ook graag porto, hè. Wilde nu zeggen dat ik daar ook niks mag drinken? Ja. En voor vandaag is het ook genoeg geweest. Kom, we zijn weg. Allee, Sjoeke, ik mag toch nog mijn pintje leeg drinken. Hè? Zeg, Maurice, jij komt morgen toch ook, hè? Nee, dat gaat niet. Nee, Maurice is geen kampioen. Jij ook niet, hè, Fernand? Nee. Fernand heeft gelijk. Maurice moet er niet zijn. Oh, nee. En waarom niet, als ik vragen mag? Omdat... Ah, wel ja, Fernand, waarom eigenlijk niet? Ah, wel, omdat ik naar de matchen kom kijken en Maurice niet. Voilà. Sorry. Zeg, Balthazar, als Maurice morgen niet mag komen, dan blijft mijn café dicht, Kopri. Bij café. Kom, Xavier. Ja, zoek niet, kom maar. Sloef. Dat is ook niet waar, hè. Nee. Als ik zeg dat ik mijn pint uitdrink, dan doe ik dat ook. Ah, nee. Wat is dat hier eigenlijk? Die vrouwen zijn hier precies allemaal de baas? Baske mag niet, Xavier mag niet, Maurice moet. Er is moeten en er is mogen en mogen. En soms moet je kunnen mogen. En soms moet je, maar je kunt niet. Dat is allemaal de schuld van die Dolomina's. Dat is niet waar, Fernand. Dat is ons schuld. Wij hadden de vrouwen nooit stemrecht mogen geven. Zeg, meneer Boma. Zo is dat, toch? Hey. Waar is de tijd naartoe dat de vrouw blij was dat ze een keer in de dag geen pak rabbel kreeg? Pas maar op, Balthazar. Want straks krijg ik er zelf een. Ja. En wie gaat je daarvoor meebrengen? Uwe Maurice Béjart daar. Ja. Alweer, Xavier kent de sloef. Ja. Ik kom zelfs niet naar het feest van zijn eigen ploeg. La voorzitter, we zijn nog niet morgenavond, hè. Het is niet omdat ik zeg tegen Carmen dat ik mee daarmee ga, dat ik dat ook doe, hè. Precies, of Carmen gaat naar u luisteren. Ja, Sjoeke, ik kom. En laat het zelfs daaraan genoemd. Allee. Is er nu geen enkele vent meer die niet onder de sloef ligt? Ja, ik. Paul. Koesten. Vertongen, Mark.
Ah, Bieke. Zijt je er al? Ja, ja. Ja, ik was juist aan het inpakken. Nee, niet veel. Ja, ja. Ik heb zelfs alleen een afwas gedaan. Je dossier vergeten. Ah ja, ik zie het. Momentje. Ja, Bieke? Ik heb het, hè. Ik zal het morgen meebrengen. Oké. Okay. Nee, ik zal het niet vergeten. Ja. Ja, ik zal er goed voor zorgen. Dag, tot morgen. Ja, ja. Wakker worden. Ja. Maar zeg, wat is dat vandaag? Ik krijg precies mijn ogen niet open. Ik heb niks. Wat heb jij, zeg? Jij bent helemaal opgezwollen. Oh, nee, zeg. Maar, jawel, kijk eens in de spiegel. Wat is dat? Ja, een dik oog. Ja, dat zie ik ook. Maar hoe komt dat? Ja, zou het een steek gehad hebben of een beet van een mug of van een spin of zo? Allee, wat moet ik nu doen? Ik kan toch zo niet buiten komen? Waarom niet? Met een zak over uw hoofd gelijk de olifant, man. Dat is toch niet om te lachen, hè? Ik kan toch zo niet naar die snit en na het avond gaan? Zeg, dat is toch een ramp, hè? Ah, ja. Ja, wat? Zeg maar, nu ik het zo zie, dat is serieus dik, hè? Ja. Ik denk dat jij inderdaad beter thuis blijft. Amai, zeg, dat ziet er slecht uit. Xavier, doe iets. Ja. Ik kan toch zo niet blijven, hè? Ik zal de dokter bellen. Nee, niemand mag mij zo zien. Oh. Ga naar de apotheker. Komt dan mee om het te tonen? Ja, en iedereen mij uitlachen zeker. Niks van, ga alleen. En tegen niemand vertellen, hè. Oh, Sjoeke, ik zou niet durven. Xavier. Ja, Sjoeke. Jij ziet mij nu ook niet meer graag, zeker? Jawel. Zelfs nu je zo lelijk bent, zie ik u nog altijd. Ik ben de weg kwijt. Hier staat dat ik rechtdoor moet. Maar dat is wel nogal moeilijk, hè, op een rondpunt. Ah, ja. Ja, maar waar moet je zijn? In Oostende. Oostende? Ja. Maar je bent in Oostende. Huh? Ja, maar waar moet je zijn? Het Thermae Palace Hotel. Ah, dat is niet moeilijk. Gewoon hier de straat in en tot aan het strand rijden. Ah, oké. Okay. Dankjewel, hè. Oei, hier hebben ze ook serieuze files, hè? Dan Carmen. Fernand! Oh, madame Carmen. Oh. Wat konde jij doen? Oh, sorry, madame Carmen, als ik u liet schrikken. Ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Ja, een beetje last van het licht. Maar wat konde jij feitelijk doen? Wel, ik kom uw kraan repareren, hè. Dat is toevallig één van mijn specialiteiten. Ik ging... Wat is dat nou doen? Die Connie, die heeft mij gestuurd. Daar is ze.
Fernand, maak het niet nog erger, hè? Oh, zeg maar, om Carmen, zo, dat is op 2 minuten gefixt, zo'n kraantje, hè, voor zo'n stielman gelijk als ik. Ja, een stielbederver gelijk Maurice, die doet daar natuurlijk veel langer over, hè? Ja, bon, dan ga ik mij maar eens omkleden. Oh, hè? Maar je mocht dat gerust hier doen, dan Carmen. Zie dat jij die kraan maar repareert. Het is al gedaan, zie. Ja. Oei, dat is... Wat is dat nu voor een flauw kraan? Die kan tegen niks. Oei, oei, oei. Zo. Ah, Fernand? Zeg. Sorry, Maurice. Te laat, het is al gedaan. Ah, Fernand, zeg. Wie was dat? Niemand. Ja, getuige van Jehova. Voilà. En er mag wel niet gerookt worden, hè? Ja, en dan... Er is het nog wel. Oh, wat? Balthazar, zou je niet een beetje meehelpen? Voor wat is dat nodig? Voor die 4 man en een paardenkop. Zeg, Ela, het is uw feest, hè? Ja, maar dat het feest van de ploeg moeten zijn. Ja, maar Paul en Doortje komen toch in Fernand? In Maurice? Wil je mij helemaal slecht gezien maken of wat? Dag iedereen. Dag Xavier. Een dag schoteldienstje. Xavier, Kaat. Ja. Kaatje, ik doe het wel. Profiteer er maar van, want vanavond zal het op uw kind kloppen worden. Dan ook een Bob. Dit is echt tuig. Ja, maar voorzitter, ik heb toch niet gezegd dat ik niet kom? Ik zal u zelfs meer zeggen, zie. Hé, hey, ik kom. Oh. En de reunie van Carmen? Of is ze ziek? Is ze ziek? Nee, nee. Ja, maar je mocht toch niet komen van haar? Oh, zeg. En als Carmen iets in haar hoofd heeft? Daar mocht je op kloppen, dat krijg je niet uit. Dan kent je mij nog niet. Kijk, zeker. Oh. Ja, voorzitter, wees maar gerust. Ik zal er zijn, met of zonder de goesting van Carmen. Als Pasen op de zondag valt, zeker. Pasen valt op de zondag, meneer Boma. Oh. Maar ja, ik bedoel, als Pasen volgend jaar op de zondag valt, hè. Nee. Goedendag. Het is voor de mishandeling. Mag ik u uitnodiging, alstublieft? Ah, ja, dat is eigenlijk een probleempje, meneer. Bieken heeft mij gebeld om te vragen haar dossier mee te brengen. En ik dacht nog, allee, hoe kun je nu zoiets vergeten, zoiets belangrijks? En u gaat dan lachen, hè? Want nu ben ik mijn uitnodiging vergeten. Oei, jij moet daar niet mee lachen. Mijn uitnodiging die ligt dus nog thuis. Geen uitnodiging, niet binnen. Ja, maar ik moet binnen. Ik word hier verwacht. Zonder mij kan Bieken niet spreken. Ik zal zien wat dat kan doen. Dank u. Mag ik papieren, alstublieft? Ja, dat is nog een probleem. Die ben ik ook thuis vergeten. Allee, ik ben toch nog wel aan het kieken, hè? Uw naam? Mijn naam is Vertongen.
Sofietje, kijk een keer op de lijst of dat er daar een zekere Vertongen op staat. Sorry, geen Vertongen. Kijk misschien eens op Mark. Pieke dan? Of nee, Krukken, Krukken. Als je zo namen gaat blijven opnoemen, zult je inderdaad ooit wel eens prijs hebben. Hoe is uw naam eigenlijk? Lange, waarom? Ah, dan heet ik ook De Lange. Die naam zal wel op de lijst staan. Want anders had jij niet binnengeraakt, hè? Het is goed, jongen. Het is goed. Maak nu maar dat je buiten bent. Ja, maar zonder mij zit Bieken in de problemen. En als jij niet maakt dat jij hier al buiten bent, dan zit jij in de problemen. Hoi. Miserie, miserie. Amai, een echte ballonnetjeskop. Lelijk dat die is, hè. Als jij Carmen al lelijk vindt, ja, dan moet het heel erg zijn. En ik denk niet dat ze wil dat iemand daar ziet, want ze heeft direct een donkere bril opgezet, hè. Opdat jij de donkere veel schoner zijde. Ja, jammer. Lacht maar. Want daar is er iets niet pluis in huizen waterslager. Carmen zal een ongelukske gehad hebben, hè. Tegen de deur gelopen, ja. Dat kan toch gebeuren? Oh, Toortje, die heeft toch klop gehad. Van Xavier zeker? Natuurlijk. Ik heb toch altijd gezegd dat Xavier geen goede man is voor Carmen. Maar waarom zou Xavier Carmen klop geven? Ja. Omdat hij nog meer op café zou mogen of wat? Ja. Of om meer zondag te krijgen? Balthazar. Pascalke. Dat is allemaal uw schuld. Wat? Jij hebt tegen Xavier gezegd dat hij er moest op kloppen. Jij zit ze vliegen zeker? Ik heb je dat niet gezegd. Ah, ja, wel, meneer Boma. Jij hebt gezegd als er iets in Carmen haar hoofd zit, dan moet je het eruit kloppen. Zij weer. Ik heb dat niet gezegd voor serieus, hè. Nee, maar Xavier heeft dat voor serieus opgenomen, meneer Boma. Ja, want hij zei, dan kent je me nog niet. Maar dat kan niet. Ja, maar luister, als je hem niet gelooft, ga zelf zien, hè. Wil ja, dat zullen we doen. Gaat je mee, Dora? Tuurlijk. Schijn bedriegt ze. Pas op, het zou niet de eerste zijn die op café klein Janneke is, maar thuis grote Jan, hè. Allee, dat is dan net het omgekeerde van u, Balthazar. Hier in café grote Jan, maar thuis. Ja, en dan? Je mocht ze niet binnenlaten. Waarom niet? Ja, die mogen mij zo niet zien. Doortje en Pascal ook niet? Oh, zij zeker niet. Ze zouden nogal lachen in het café. Carmen, de nijlpaardvrouw. Nee, Sjoeke, de olifantvrouw. Oh, ja, sorry, Xavier, maar we hebben geklopt. Ja, want de bel doet het niet. Ah, nee? Ja. Waarvoor is het? Ah ja, we komen voor Carmen. Carmen? Ja, Xavier, uw vrouw, weet je wel. Ja, is ze hier? Nee. Oh, en wie was dat dan die naar de keuken ging? Ik weet het maar. Niet, niemand. Zeg, Xavier, je bent precies zo gespannen. Nee. Zeg jij zeker dat Carmen hier niet is? Ja. Scheelt er iets, Xavier? Nee. Want je weet, aan ons kun je alles vertellen, hè? Ja. Wel, is er iets? Nee. Ah, bon, wilt je dan aan Carmen vragen dat ze eens belt? Hè? Ja. Ja.
Zie, en jij zei zeker dat ze niet ziek is? Ja, ja. Allee, dan... dan zijn we er maar eens mee weg, hè. Ah, ja. Dag, Xavier. Ja, Xavier. Zeg, doe de groeten aan Carmen, hè. Ja, ik zou... Ja, en zeg haar maar... Als ze iets nodig heeft, dat ze dan altijd mag bellen. Ja. Zijn ze weg? Ja. Maar ik heb het nog allemaal mogen uitleggen, zo. Ik zie dat er iemand thuis was. Ik moet nu wel dringend weg. Ik ben ook. Hé, hey, meneer? Die gast staat in mijn kamer. Die gast daar. Oh. Ja, maar wat doe jij nu hier? Hé! Hey. Hier blijven! Hier blijven! Maar, zie, maar ik zeg het toch, daar gebeuren rare dingen. Ja, ja. Hij liet ons niet in de keuken, hè. Precies of hij bang was dat we iets zouden zien. Hij heeft daar misschien in stukken gesneden. Maar meneer Boma, je moet aan u niet mee lachen. Daar was iets niet juist. En heb je al in de diepvries gekeken? Oh, zeg. Ja, Xavier die zei dat Carmen niet thuis was, maar ik ben er zeker van dat ik haar naar de keuken heb zien gaan. Het was misschien neerroken. Ja. Dan was die fameus gegroeid. Ja, ah, wel, van al dat mensenvlees. Ja. Nou, zeg. Klein beetje, niet bang. Klein beetje, niet bang. Niet bang. Zo, voilà. Nu moet je je oog wel dicht houden, hè, Sjoeke? Ja, dat maakt toch geen verschil. Ze ziet toch al toe. Ja, maar op de bijsluiter staat, je moet smeren en dan onmiddellijk zo vroeg mogelijk gaan slapen. Ja? Ja. En is dat gezwel dan weg, denk je? Volgens een apotheker wel. Als je opstaat, moet het weg zijn. Oh, Sjoeke. Ja? Jij zorgt toch goed voor mij, hè? Ja, maar dat is toch normaal, hè? Ik zie u graag. Ja. Jij bent het liefste ventje van heel de wereld, jij. Ja, kom hier, mijn schoen. Maar luister, zit jij vies van mij? Nee, maar wel van uzelf. Oh, en dan nog iets. We hebben gevraagd aan Xavier om Carmen te laten bellen. Maar dat heeft ze ook nog niet gedaan. Hè. Voilà, en dat is verdacht. Ze gaat toch niet meer bellen? Ze is toch dood? Als u gerust kan stellen, ik zal een kik een keer bellen. Allee. Ke. Ke. Kuisvrouw. Allee, Bolde. Dan ga ik maar slapen, zeker, hè? Ja. Zeg, wat ga jij doen? Oh, ik weet nog niet. Misschien een beetje tv kijken of zo. Oh, zou je niet beter een pintje gaan drinken in het café? Allee, zoeken en nu hier helemaal alleen achterlaten. Ja, maar hier kan ik wel voor mijn eigen zorgen, hè? Oh, zou je dat echt niet erg vinden? Oh nee, jij verdient dat, zoeken. Jij bent het liefste vrouwke van heel de wereld. Ja. Kom. Allee, zoek pas op met die zalf, eikens. Allee, ja. Ga vlug je handen wassen. Oh ja, anders schuift mijn pint nog uit mijn handen. Ja. Hallo, met Carmen Waterslagers. Ze leeft nog. Ah, hela, voilà. Ja, doe. Oh, Carmen! Stop! Stop! Carmen, wat is er? Wat is er? Nee, meneer Boma, ik kan niet meer met u spreken!
Opgangen! Wat heeft ze? Ziet het wel, Sia? Is het serieus? Ja, maar er is misschien toch iets niet juist, hè? Man. Voilà, ze. Wanneer gaat je me nu toch eens eindelijk serieus nemen? Ja. 1 op 5 vrouwen loopt tegen de deur. Ja, u weet wat dat betekent. In het buitenland is daar al heel veel onderzoek naar gedaan. En nu dus ook in Vlaanderen. Uit een recente studie blijkt dat ongeveer meer dan bijna 1 op 4 vrouwen in Vlaanderen vaak het slachtoffer wordt van fysiek of psychisch geweld. Allemaal goed en wel, juffrouw... Krukke. Juffrouw Krukke, maar kunt u ons de exacte cijfers geven, alstublieft? De exacte cijfers. Wel, als ik mij niet vergis, dan wordt ongeveer 27% van de vrouwen hier... Mark! Ja, juffrouw Krukke? Nee, ik bedoel, meneer... Zegt u gerust Mark, juffrouw Krukke? Ja, zegt u maar Bieke. Mark! Ja, Bieke, ik wacht. Ah ja, de exacte cijfers. Zoals ik al zei, wordt 72% van de Vlamingen mishandeld door vrouwen. Markske. Ja, Bieke. Dus de exacte cijfers, ik ga u die meteen geven. En die gaan bewijzen dat mishandeling echt een plaag is in onze huidige maatschappij. Xavier. Wie had dat nu gedacht, allee? Wij. Het is allemaal uw fout, vrouwenbeul. Ja, want aanzetten tot, dat is even erg als misdrijf zelf. Ja, jij bent medeplichtig. Ik heb niks gedaan, hè. Ik zeg altijd, wie niks gedaan heeft, moet nog beginnen. We moeten toch ook niet gaan overdrijven, hè. Nee, Xavier is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Dat zeg, Paul, is zo'n oog niet genoeg? Ja, maar moeten er eerst dooien vallen? Ah, niet? Voilà. Dag iedereen! Amai, wat is hier zo stilletjes? Ik had op mij niet moeten wachten om te beginnen feesten, hoor. Xavier, we moeten eerst eens klappen. Ja. Allee, voorzitter, je gaat toch weer niet er beginnen? Ja, kom eens. Ja, maar ik ben er toch? Ik ben toch de man van zijn woord? Als ik zeg dat ik kom, dan kom ik? Ja, dat zien we. Ja, het heeft wel bloed, zweet en tranen gekost. Ja, geen een van de drie van u, hè? Fernand, moeit u niet. Allee, kom Pascalke, laat de festiviteiten beginnen. En dag, schatel. Vergeet het, Xavier. Het enige wat dat jij van mij hier kunt krijgen is een ferm pak rammel. Ja, en van mij ook. En van mij ook, hè? Fernand, moeit u niet. Zeg, wat scheelt er? Dat is een grap, hè, Pascalke? Allee, kom aan. We geven er een lap op. Ja, daar zit jij goed in, hè? Ja, als je het maar weet, Pascal. Ah, en de kind, hoort je? Fernand moet je niet! Wat scheelt er? Wat is er eigenlijk? Xavier, sommige mensen die denken hier dat jij Carmen hebt mishandeld. Ja. Dat ik? Ja. En dat ik u heb opgestoken. Ja. Dat ik Carmen heb mishandeld? Zeg, ik ben mijn leven nog niet beu, hè? Hoe komt ze dan aan dat blauw oog? Ja, en ontkennen heeft geen zin, want ik ben getuige. Hier, wij zijn ook getuigen. Ja. Waarom heb je haar opgesloten in de keuken, hè, Brut? Hele, wat is dat allemaal? Wat zeg je tegen mijn ventje? Carmen. Maar leg jij had toch een blauw oog? Hoe heb je dat dan gezien? Ja, wij niet, maar Fernand wel. Ja, jij had toch zo'n dik oog? Dat was een muggenbeet! Ik zeg altijd, beter één mug... Zeg, Maurice, bedankt om mij te laten zitten in mijn kraan. Maar jij bent toch langs geweest? Ik mocht niet binnen van Fernand. Laba, zeg! Noemde jij dat een kraan repareren? Ja.
bedankt, hè. Wij hebben ik weet niet hoeveel waterschade. Ja, maar jij gaat al die herstellingskosten betalen, begrepen? Ja, maar ik kan het niet. En deze keer uitgevoerd door een echte vakman. Hé, Mauriceke. Mauriceke, kunt je dan ook ineens de bel repareren? Ja, pas op, ik kan het allemaal uitleggen. Ja, ja, en jij hebt heel wat uit te leggen, hè. Goedenavond allemaal! Beste sportvrienden, zal ik maar zeggen, als het ware. Ja. Zelfs kampioenen. Ja. Balthazar. Freddy. We gaan er een lap op geven. Zeg, als het maar niet op mijn oog is, hè. Helemaal gedaan met drinken, hè. Kom, Bob, we gaan naar mijn snieten na het avond. Oeh. Ja, ik ben toch genezen. Zou je daar nu niet op kloppen? Wacht, het zit zo. Dat, ja, 27% van de vrouwen die zeggen dat de Vlamingen hen mishandelen. Nee, nee, nee. Vlamingen met 27 vrouwen die worden mishandeld. Nee. Vrouwen. 27 vrouwen geven aanleiding. Mark. Bieke.